Luciano, je zit inmiddels een tijdje hier in Enschede. Hoe is het? Ja, goed. Goed. Bevalt hier. Ik krijg weer minuten. Dus ik ben blij dat ik hier voor Twente mag spelen. Hoe is de spelersgroep en de staf? Leuke spelersgroep, jonge groep. Ook jongens met ervaring. Dus ik moet zeggen, echt een leuke groep. Nou, net waren jullie nog even aan het afwerken met elkaar. Jij hebt je plekje wel gevonden, denk ik. Ja, zeker. Heel veel plezier hebben we. En hopelijk kunnen we het morgen vertalen in de wedstrijd. Nou, je zei zelf al, je krijgt weer minuten. Hoe voelt dat? Ja, heerlijk. Ik voel me gewoon weer voetballer. Ik heb weer plezier in het spelletje. En net waarvoor ik naar Twente ben gekomen. Ben je zondagnacht nog een paar keer wakker geschrokken? Ja, denk wel twee keer. Ja, het is natuurlijk balen. Als ik die doelpunten erin schiet, heb ik gewoon een prima pot gespeeld tegen mijn oude werkgever. En daar liggen we wel wakker van, maar je weet ook dat je de knop moet omzetten. En hopelijk vallen die doelpunten snel. Pak je dan nog wel het positieve eruit dat je een soort van twee assists had? Ja, dat haal je wel eruit. Maar toch voelt het toch wel als twee punten verlies, omdat je uiteindelijk toch twee tijd speelt. Dan voel je je toch wel verantwoordelijk voor het twee punten verlies. Maar ja, gelukkig zei de trainer ook dat ik de positieve dingen eruit moet halen. Dat het wel gewoon een goede pot voor mij was. En ik moet gewoon doorgaan. En als die doelpunten vallen, dan wordt het nog een mooi seizoen. Morgen tegen Heracles uit. Vorige week hebben zij 3-0 verloren. Ja. Hoe kijk je nou? Ze zullen nu super gebrand zijn. Ik denk dat het vorige week niet telt. Het is ook een derby voor hun. Dus ik denk dat ze revenge willen nemen. Dus ik verwacht een scherp Heracles. Maar wij zijn ook scherp. Dus het wordt een mooie pot. Top, succes. Ja, alsjeblieft.